Kevin Klaus, alias De Smalle. Een garantie op assists en goals bij SK Nossegem, naar het schijnt. Ja, blijkbaar. Afgelopen twee seizoenen wel redelijk goede seizoenen gedraaid bij Nossegem. Dus. Wat is uw geheim wapen? Ze zeggen toch altijd mijn snelheid en de looplijnen die ik toch altijd probeer uit te leggen. En de assisten die je geeft zijn boogballen op zijn Kevin De Bruyne's? Dat zou te veel krediet zijn voor mij, denk ik. Ik probeer ze altijd in de rug van de defensie te leggen of de 1-2'tjes op te zoeken. De trainer die je ploeg gaat leiden komend seizoen, Maarten De Schepper, ja, waarvoor staat hij? Hoge druk en piranenvoetbal, zoals hij altijd zo vaak graag zegt tijdens onze tactische besprekingen. Wat is piranenvoetbal? Hoge druk en tot in de voetjes druk blijven zitten. Geen alibi-voetbal, zoals dat je eigenlijk op 2 meter zou stoppen met druk zetten. Dus dan hebben jullie allemaal een goede fysiek nodig? Ja, zeker en vast. En die wordt dan ook altijd gelegd in de zware voorbereiding. Hij is ook wel altijd gekend bij Nossegem dat die voorbereiding altijd redelijk zwaar is. Maar je ziet dan ook naarmate dat de voorbereiding voorligt, dat we vanaf de 60, 70ste minuut vaak ook gewoon over onze tegenstander gaan op fysiek vlak alleen al. Hoe wordt die voorbereiding dan opgebouwd? Met veel verschillende coaches, goede samenwerking tussen de technische staf. We hebben ook een physical coach die ons heel goed voorbereidt en begeleidt tijdens zowel de trainingen als de matchen, als de recuperaties en zo. Is het niveau van de ploeg dit seizoen een serieus stuk gestegen? Want ja, een aantal ervaren mannen erbij. Ik veronderstel dat dat toch zijn invloed heeft. Ja, zeker en vast. Ik denk dat dat zeker voor mij ook al enorm herkenbaar was. Of te merken was op de eerste training eigenlijk al dat het niveau eigenlijk een fameus stuk omhoog is gegaan. Ook veel meer ervaring, waardoor dat je tijdens de wedstrijd ook gewoon veel beter aan wedstrijdmanagement kunt doen. Wanneer dat je kunt beslissen om de bal rustig rond te spelen, om de match eigenlijk zo uit te spelen. Of op bepaalde momenten dat je dan beter kunt beslissen om hoge druk te gaan zetten, bijvoorbeeld. Ja, hoe is die voorbereiding eigenlijk voor jullie verlopen? Gunstig? Klaar voor dit weekend? Ik denk het wel. Ik denk dat we moeizaam zijn gestart. Maar dat is ook niet anders dan normaal als je met zoveel nieuwe spelers zit in de basis eigenlijk ook. Maar ook met heel veel nieuwe jongens in de volledige kern. Maar ik denk zeker de laatste 3-4 matchen dat je heel veel progressie hebt gezien in onze match. En zeker de laatste 2 matchen dat eigenlijk als referentiematchen kunnen gebruikt worden richting onze eerste competitiematch. Waar gaan uw doelpunten en assists komend seizoen toe leiden bij Nossegem? Een 5e plaats, een 4e plaats, een 1e plaats? Ik zou liever persoonlijk gewoon zeggen de top 5, om dan te zien dat we omhoog kunnen. Maar zeker met deze kwaliteit zou je eigenlijk hoger moeten viseren. Maar ik denk dat we als ploeg eigenlijk gewoon beter nederig kunnen zijn en onze verwachtingen alleen maar kunnen overstijgen eigenlijk. Ja, en wie gaat voor de concurrentie zorgen komend seizoen? Of ja, wie gaat wel bovenaan met zekerheid eindigen? Ik denk dat het weer zo een beetje zoals vorig seizoen is. Dat eigenlijk elke week kan iedereen van iedereen winnen. Dus het is eigenlijk, de key ligt eigenlijk gewoon om elke zondag gefocust aan de match te beginnen. We zitten weer in een competitie met heel veel verschillende ploegen. Goede ploegen, Veltem, Machelen ook, hebben ook goede versterkingen gehaald. Wat eigenlijk iedereen van iedereen kan winnen. Dus het is gewoon een kwestie van elke week gefocust aan de match te beginnen. Ja, dan heb ik nog een laatste vraag. Ja, de ambitie van deze flankaanvaller, wat mag het voetbal hem nog brengen? Ik ben vorig seizoen geëindigd met dubbele cijfers in goals en assists. Dus moest ik dat kunnen overstijgen, dan zou mijn seizoen persoonlijk geslaagd zijn. Maar ik denk puur qua team gericht, denk ik, moesten we de top 3 halen. En misschien ook wel, ja, promotie zou ik eigenlijk ook heel graag eens met deze club, waar ik nu ondertussen 4-5 jaar zit, en iets mooi hebben opgebouwd, zou de kers op de taart zijn natuurlijk. Dan wens ik u heel erg veel succes komend seizoen bij Nossegem. Dank je wel.